heeft, maar hij had weinig om het lijf. We kunnen dus kort zijn. U kijkt naar de Fransman Philippe Leleu van de ploeg Bernardot. Leleu ging na zowat 100 kilometer alleen aan de haal. Bernardot had het een paar keer zelf geprobeerd, maar was direct gecounterd door de ploeg Fignon. Leleu was succesvoller. Hij bereikte na een solovlucht van ruim 180 kilometer afgescheiden de aankomst in Dijon. Leleu had op 30 kilometer van de streep een maximale voorsprong van 17 minuten gehad. Hij hield daar uiteindelijk 9 minuten en 17 seconden van over. De tweede plaats was voor Jean-Louis Gauthier, die op ongeveer 5 kilometer van het einde uit de groep was weggesprongen. Sean Kelly was andermaal de snelste van het peloton voor Gilbert Clausen en Adrie van der Poel.